Hallo, dit is een demonstratievideootje voor het maken van twee kleuren prints. Voor een projectje waar ik mee bezig ben heb ik wat knopjes gemaakt, of liever gezegd de dekseltjes voor knoppen voor potmeters. En als ik je laat zien, dan is deze het knopje en dit is het pijltje wat hierin past. Om dit te printen ga ik dit exporteren en dit exporteren. Eigenlijk heb ik dat al gedaan, want ik heb natuurlijk alles al geprint. Dus het volgende wat ik ga doen is dat laten zien. Oké, hier heb ik dus de knop met het pijltje erin. Het pijltje heeft een diepte van 14 mm. En als ik dan de pijl zelf open, dan zie ik dat ik heb er een randje omheen geprint om mooi te kunnen centreren, maar hier heb ik het pijltje van 14 mm. Volgende stap is dat ik dat ga slicen in Cura, dus ik open Cura, duurt even, moment. Ik heb hier Cura staan. Het eerste wat ik ga doen is deze pijl hierin zetten. En die is duidelijk zichtbaar. Dus die slice ik. Oké, dat duurt ongeveer 1 minuut. Dan ga ik in preview kijken. En als ik in preview kijk, dan zie ik dat dat 4 laagjes zijn. Misschien heb ik de dikte iets dikker genomen, maar... Het maakt op zich niet zoveel uit. Daar loopt de printer wel omheen. Even kijken hoor. Dus laagje 1. Laagje 2. Even kijken. Laagje 3. Nou heb ik maar 2 laagjes nodig. Dus wat ik nog kan doen is dit scalen. En inderdaad, ik zie dat ik hier 14e heb. Oh, ik heb inderdaad het pijltje dieper gemaakt dan 14e. Ik heb hem, denk ik, 6 of 18e gemaakt. Oké, laten we deze op uniform scaling uitzetten. 16e maken en dan slicen. Goed, oké. Nu ga ik dit printen met Octoprint. Dus dat wordt het volgende stukje. Eén moment. Oké, inmiddels is mijn bed en de extruder opgewarmd tot de temperatuur voor PLA. 260 graden voor het bed. De BioTouch doet zijn werk en hierna zal het pijltje geprint worden. In het design heb ik om het pijltje een cirkel getrokken, die dus meegeprint wordt, zodat het pijltje goed op zijn plek zit, dadelijk ten opzichte van het dekseltje van de knop. Het duurt nog even voordat de BioTouch klaar is. Na het printen van het pijltje dan moeten we natuurlijk eerst filament wisselen. Voor een andere kleur. En wat ik dan doe is in ieder geval 35 tot 50 mm extra extruderen, zodat ik zeker weet dat de goede kleur meteen geprint wordt bij de tweede stuk van de print. Oké, even kijken. Oké, ik begin met de cirkel. Nou, dat is duidelijk, er komt al een klein rood cirkeltje. Ik heb dus nu het pijltje ingesteld op een hoogte van 16e mm. Die 16e mm zou dus voldoende moeten zijn om het gat te vullen in het knopdekseltje. En
Ja, we wachten het even af. Dit duurt ongeveer een minuut. Dit is de cirkel. Daarbuiten zien we de... wat is dat? Skirt, geloof ik, of brim. Pijltje wordt nu geprint. Ook hier heb ik Z-Hop aanstaan. Meestal heb ik Z-Hop wel aanstaan omdat ik prettig vind als mijn extruder niet tegen het te printen object aanloopt. Nou, we zien het pijltje is klaar. Ik zal even de video erbij pakken. Oké. En hier zien we heel duidelijk het pijltje liggen. Op naar de volgende stap. Ik heb dus net het pijltje geprint. Zoals je hier ziet heb ik een ringetje eromheen geprint. Zodat het pijltje staat niet helemaal in het midden. Dus het pijltje wil ik mooi gecentreerd hebben in het object wat ik daarna ga printen. Dus vandaar dat ik die ring meegeprint heb. En ik heb, even kijken, ik heb hem op skirt staan. Dat is dus de tweede ring die je ziet, of de allereerste ring die geprint wordt tijdens het printen. Eerst ga ik het bed leegmaken. Ik maak het bed leeg, Ctrl D. Vervolgens ga ik de printdop, of de printen dop pakken. En zoals je kunt zien, ziet het pijltje er dus als holte in. Oké, even slicen. Ik hou dezelfde settings. Oh, ik zal je laten zien. Er zit hier een Z-hop in. Even kijken. Travel is dat, geloof ik. Moet altijd even zoeken hoor. Kijk, Z-hop hoogte. Die heb ik dus aanstaan en die staat op een half. Die kan ik in dit geval iets hoger zetten, omdat ik dus op 16e geprint heb. Oké, ik heb dit nu voor elkaar. Volgende stap is slice. Goed. Ik kijk even in de preview. Ik zie ook hier weer een skirt. Dus ik ga dadelijk de cirkels die om het pijltje heen geprint zijn, eerst weghalen. Als ik hierin kijk, dan ga ik even terug naar de laagjes. En dan zie ik bij laagje 3, het bovenste laagje van het pijltje, duidelijk het pijltje. Als ik dan kijk hoe mijn extruder loopt. Mijn extruder begint dus om het pijltje heen. Dat is mooi, want dat is precies wat we willen hebben. Oké, nou, we gaan printen met Octoprint. Ik heb inmiddels de kleur rood vervangen door zwart. Dus we gaan even kijken wat er gebeurt. Wat ik dus bijna vergeten was, nog even wat extra te extruderen, zodat ik zeker weet dat de goede kleur print. Dus wat ik even ga doen is 35 mm extruderen. Ik heb inmiddels het zwart erin zitten. Even kijken. Dan moet ik hem natuurlijk wel even eerst op temperatuur brengen. Dus PLA 200 graden. Gaan we terug naar control. Temperatuur loopt op. Uiteraard kan ik nu nog niet extruderen. Dit is wel belangrijk natuurlijk, want als ik dat niet doe, dan dat extruderen, dan krijg ik dadelijk rood van de vorige print van het pijltje in mijn zwarte dopje. En dat is natuurlijk iets wat ik niet wil. Ik wil een mooi, strak, zwart dopje, rood pijltje. Wacht even tot de temperatuur daar is. 120. Uiteraard is deze methode toepasbaar op van alles en nog wat. Het allerbelangrijkste heb ik gemerkt is het goed centreren van deel 1 en deel 2. Dat is ook precies waarom ik de ring om deel 1 geprint heb.
Zodat die mooi in Cura op de goede plek komt. Handmatig verschuiven in Cura is een drama. En is eigenlijk nooit, levert nooit het gewenste resultaat op. Ik ben nu op temperatuur, dus ik ga nu eerst wat extruderen. En we zien hier inderdaad wat extruderen. Nou, de kleur verandert al naar zwart. Oké, dat betekent dus dat ik nu kan gaan beginnen. Even deze weghalen. En even terug naar Cura. Ik had gezegd, ik had de print even gecanceld. Maar oké, ik begin dus nu weer te printen. Even kijken. Oké, de beeldtouch is bijna klaar en zoals je kunt zien is het pijltje, heb ik de twee ringen weggehaald. Wat ik ook gedaan heb is het stukje filamenten wat ik geëxtrudeerd heb weggehaald. En we zien hier inderdaad een stukje rood en daarna het stukje zwart. En het laatste stukje is mooi zwart en dat is precies wat we willen hebben. Oké, als het goed is gaat hij nu printen. Oké. We krijgen eerst weer een skirt. Zullen we even kijken of de camera iets lager kan zetten, zodat we iets meer kunnen zien. Nou, wat er gebeurt is, hij print netjes om het pijltje heen. Moment, even kijken of ik dat zo zichtbaar kan maken. Ja, dat gaat net, geloof ik. En we zien duidelijk dat het pijltje nog in beeld is. En het knopje op het dekseltje er netjes omheen geprint wordt. Oké. Hij is druk bezig met printen en even kijken of we dat een beetje zichtbaar kunnen maken. Misschien van de achterkant af. Eigenlijk geen beeld. Dus we proberen even tussendoor te kijken. En ik zie daar inderdaad, kijk, het pijltje wordt nu met laag 4 overschreven. En daarmee zit hij dus echt in het knopje. We horen ook elke keer de zin op, zodat hij dus netjes over het al geprinte deel heen gelopen heeft. Oké, we wachten even tot hij klaar is. Dat duurt even en dan gaan we weer verder. Oké, het dekseltje is klaar en hier heb ik dus een potmetertje met een knop waar dat dekseltje in moet. Kijk, zo simpel. Hè? Gewoon een volumeknop voor een audioapparaat. Ik probeer even dit netjes eraf te halen. Kijk, de skirt komt ook al eraf. En hier heb ik dus een mooi knopje. Even kijken of we dat een beetje in het licht kunnen houden. Mooi glimt. Zo een beetje, kijk. En dit zou dus in principe zo in het knopje moeten kunnen, waardoor ik dus fantastisch mooi dit heb. En als je goed kijkt, dan zie je ook dat die gewoon mooi glad aan het oppervlakte ligt. Oké, het knopje is dus klaar en ik heb hier mijn bureaulamp met vergrootglas en misschien maakt dit het een beetje duidelijker nog. Even kijken, kijk. Dit is dus het knopje. Het is duidelijk te zien dat het rood eerst geprint is en het zwart daarna eromheen. Kijk, oppervlakte ligt mooi in hetzelfde vlak. Je ziet de knop, het dekseltje zelf is een laagje 4-5 dik. 5 denk ik, want het zal wel een millimeter zijn. En ik denk dat dit wel een leuk ontwerp is voor een volumeknop in een versterker.